1 mei, ja, ja. En in mei leggen alle vogeltjes een ei. Ja, maar er zijn ook wel vogeltjes die ze al hebben. Jazeker. Ze zitten gewoon te genieten. Hey. Ja, hallo lieve vrienden. Het is vandaag vrijdag alweer en we leven op 1 mei. Ja, ja. En in mei leggen alle vogeltjes een ei. Ja, maar er zijn ook wel vogeltjes die ze al hebben. Jazeker. En dat ze daar al lekker op leggen te broeden. Maar in ieder geval, ik wens jullie wel weer een welkom bij een gloednieuwe vlog. Rebecca komt rond een uur of twee. Ik ga zo meteen even met Rijka uit. En ja, ik heb er net weer heerlijk even leggen te knuffelen en te doen met Rijka. Op bed. En ja, ik doe dat altijd op bed, jongens. Ja, ik kan dat niet. Moeilijk, omdat ik moeilijk kan lopen, dan kan ik het beter op bed doen en of uit mijn stoel vandaan. En ja, met een handdoek. Het zijn haar handdoeken. Ze hebben hier beneden twee en boven heeft ze er één. Nou ja, en lekker belangrijk. Zo binnen die handdoekjes niet bij Zeeman of bij de Vibra op elkaar. Helemaal nerig. En dan lekker de stoeien, dan laat ik haar trekken en ik terugtrekken, zij weer trekken. Nou heerlijk, de beestje. En net ook even een foto van haar gemaakt, want dat zat er zo leuk, grappig erbij. Nou hier, moppendoosje. Hé, jij bent lieve schat. Ga zo wandelen. Ja, dat, nou ja, er komt weer donker weer aan. Net was de zon en die wordt nou weer eventjes weggeduwd door donkere bewolking. Dus ik hoop dat ik het red dat ik op tijd thuis ben voordat het gaat regenen. Dus ja, ik wens jullie alles wat goed is en wees lief voor elkaar. En dan komen we er wel weer doorheen en ja, geniet met mij en geniet bij jezelf. Ja. Toch leuk? Ja. Nou, ik zeg het tot straks, lieve vrienden. Doei, doei. Ja, daar ben ik weer. Jeetje, mijn haar ziet er ook niet uit. Nou ja, coronakoep. Hè? Ja. Maar oké, ik ben er weer. Ik heb heel veel gedaan. Rebecca, die is natuurlijk al lang al geweest. Die is al, weet ik veel waar. Misschien wel bij de paard, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik ben wel voor de deur langs geweest en ik zag haar niet. Ik ben bij die andere persoon geweest waar ik mijn geld nog van kreeg. Nou, als ik het voor mijn boete kan krijgen, ik stop niet. Nee, ik rijd door. Wat een vuil persoon is dat. Maar ja, ik heb mijn geld in ieder geval terug, daar ben ik wel blij mee. Dus ik heb niks meer met het te maken verder, maar ik moet er niet van mijn boete tegenkomen, want ik laat mijn gas niet los. Nee. Zoals ik me nu voel, nee. Ik ben niet snel haatdragend, maar die vrouw, die persoon, nou. Maar oké, ik heb ook boodschappen gedaan. Je legt van alles en nog wat in. Het meeste is van Rijka en Kandalf en Ewin. En voor mij maar een beetje. Ja, en dan het grootste, dat is die topa, hè. Ja, toiletpapier. Dat is de grootste verpakking. Maar niet het zwaarste. Nee, dat is voor de katten in ieder geval van Rijka. Hé? Rijka, zit je er mooi? Oh, goh. Zit van het genieten. Dat zie je helemaal niet. De oogjes gaan af en toe dicht. Ze zitten gewoon te genieten. Hey, kind. Hey, meisje. Hey, liefie. Zit je zo leuk van het zonnetje te genieten? Hey. Ach, kind toch. Hey. Ja, jij ook nog. En nog één. Potikkie.
Dag Ewen. Ewen. Jij bent Gandalf. En de mensen vinden het ook allemaal leuk dat er een hond in de vensterbank staat, hè? Ja. Dat is altijd wel grappig. Ze beginnen meestal wel even te lachen of wat dan ook. Ja. Maar oké, ja, ik heb een lekkere bakje koffie. En ik heb ook al, voordat ik wegging, heb ik ook de laatste filmpjes die nog op mijn pc openen bloot stonden in een map. Heb ik nog weer aan het uitzoeken geweest van wat is wat. En dat heb ik ook nog weer in mappen gedaan. Heb ik weer 3 mappen klaargemaakt. Hoeveel mappen ik nou heb staan om te renderen, dat weet ik zo mogelijk niet. Moet ik even nakijken. Even omdraaien, want het komt tegen de tas aan hier. Gaan we dat even nakijken. Ja, mrauw. Mrauw. Nou, ga ik even eerst die map openen. Dan die map openen, dan die map openen, dan die. Dan moet ik die. Nou, dat is even zien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mappen heb ik. Dus ik heb 12 filmpjes die ik nog moet renderen. Dus die moeten allemaal nog in de videopad. Ja. En dan naar YouTube. Ja. Nou ja. Ik heb nog meer hoor. Ik heb meer te doen. Ja, ik kan niet alle dagen wat gaan doen ervoor momenteel. Want ik ben het echt momenteel even zat. Het zit me niet tot hier, maar tot daar. Niet voor jullie hoor. Nee. Ik doe dit heel graag vloggen. Maar dat even. Ik wil niet iedere dag iets in elkaar moeten zetten. Nee. En ook Karin, hè, dat hoorde ik. Die had ook gisteravond geloof ik 3 eerste filmpje sinds tijden weer online. Nou, jij moet kunnen hoor. Je kan niet altijd. Ah, ik moet sluiten, lieve vrienden. Tot later.